Een hele goede morgen bij onze geweldige nieuwe vlog. Vlog 50. Ja, het is nu 3 over 9 van 23 november 2017. Ik zit op dit moment eventjes vloggen met Ellen te kijken. Ik ga een low budget challenge doen. Dus straks eventjes, nou ja, ik ben al aangekleed zoals jullie zien. Alleen even mijn haar nog eventjes doen. Mijn meisje uitlaten. Mijn mannetje heb ik nu op dit moment aan de telefoon. En dan straks om 10 uur eventjes een afspraak daar naartoe. En voor het AED-verhaal. En dan even daar even kijken of we dat kunnen krijgen zoals we dat willen. Dus ja, even kijken hoe dat gaat. En dan kom ik daar weer eventjes op terug. Of dat ons is gelukt, ja of nee. Dus ik neem hem wel mee, maar ik ga daar dus niet vloggen, maar weer buiten. Dus ik zou zeggen, ja, alvast een fijne dag. Het waait behoorlijk. Ik weet het. Nou, dit vind ik zo machtig mooi. Eventjes te laten zien. Dit hebben wij dus hier al in mijn wijk. Dit is zo machtig mooi. Zit het nou zo mooi in die bomen hier? Dit is een stuk of weet ik veel hoeveel. Nou, op dit moment regent het. Maar maakt niet uit, geeft niet. Het is wel lekker. Voor de hond vanzelf. Dus ik loop lekker nou met de buiten. Dus eens kijken of ik haar weer krijg. Kijk eens! Nee, denk ik niet. Denk maar, zoek het uit. Kom later wel. Ja. En ik moet ook niet iedere keer naar het scherm kijken, maar ik moet in de lens kijken. Dat wil ik ook nog wel eens doen, om dus naar boven te kijken in plaats in de lens. Ja. Kom maar, ga je mee? Ga je mee dan? Oeh, daar komt ze. Ja. Hey, wijfie, waar ben je? Waar ben je? Hey, kijk eens. Kijk eens, vrolijk. Kijk eens. Nee, kom eens hier. Mutsel. Mutsel, kijk eens. Koepie. Hey, ga eens maar zitten. Ja, je bent braaf, hè? Ja, ze is heel braaf. Mijn meisje. Goedemorgen, deze smorgas. En nou ben ik samen met mijn mannetje. En ja, jullie zien het goed. Ik heb mijn haar weer geverfd. Gisteren. En ik ga vanavond wat uitproberen. Dat heb ik gezien. Op Facebook en op YouTube. Dus dat horen jullie straks en anders morgen. Overmorgen, ja. Toch? Ja, zeker weten. Gezellig. Hey. Dus ja, gezellig. Ja. En nou zijn we lekker rondjes aan het uitlaten. Daar is die andere kleine. Kijk, die kleine en deze grote. De grote en de kleine. Hè? Ja, je bent wel lief. Ja. Kom maar. En die is ook lief als hij slaapt. Die slaapt, ja. Leuk, ja. Ja. Nou, wij hebben heel goed nieuws. Met ons gesprek net en bij de directeur van de school. Hij wil zelfs bijdragen aan met de kosten van ons AED-project. Ja. En dan ook nog zelfs op zijn twee schoolgebouwen. Dus dat is een dikke vette prima. Nou, het is alweer inmiddels 11:30. En ik heb nou net eventjes wat gegeten. Meer als een bak monatoetje. Dat laatste deel, dat is voor mijn ventje. Ja, die zit hier ook druk bezig te zijn. Met zaken. Met hele belangrijke zaken, toch? Ja. Yep. En ja, ik ga zo meteen nog even lekker bank hangen. Ik heb net een bakje thee gehad, even mijn ventje. Daar ben ik ook nog mee bezig. En dan ga ik vandaag even sowieso dweilen. Als we eraan
toekomen gaan wij zondag eventjes een video opnemen om hand te breien voor een sjaal. Die wil ik proberen maandag dat hij dus online komt. En dan komt ook maandag onze weekvlog sowieso online. Dus dan is dat weer een extra video. En ja, voor de rest ga ik gewoon even kijken hoe mijn dag gaat verlopen. Mijn mannetje die gaat sowieso zometeen even weer zijn postwijkje lopen. Twee postwijken. Hè? Huh? Twee postwijken. Twee postwijken. Open fietsen. In de buurt, dus dat is wel gezellig. En nou, gaan kijken wat het wordt. Vorige keer was het een beetje lang. Hanglopen, uitzoeken, hoe en wat. Nu weet ik hoe de wijk loopt. En dan gaat het hoe en hoe de wijk loopt, ja, oké. De wijk moet lopen. Hallo. Hoe en hoe de wijk loopt. Ja. S'ochtends vroeg met die dingen komen. Ja. Niet voor mij. Liever s'avonds. Liever s'avonds, ja, want? Ja, s'avonds is makkelijker. S'avonds makkelijker dan s'ochtends. Dus ik ben niet zo'n ochtendmens, liever avondmens. Nachtdienst is het ook goed, maar dan willen ze geen post ontvangen. Dus dan is het weer wat anders. Niet, waarom niet? Nee, het geeft zo'n lawaai s'avonds. Als mensen willen slapen, dan krijgen ze opeens post in de bus. Dat is niet handig. Niet, waarom is dat niet handig? De afspraak is dat voor 5 uur alles bezorgd is. Oh, voor 5 uur? 5 uur, 's middags. Dus niet 's ochtends. Oké. Okay. Dus ja, daar dien je aan te houden. Oké, okay, nou. Ja toch? Ik zou zeggen, werk ze voor strakjes. Oké, okay, ga zo ervan op. Even jouw lekkere toetje opeten. Ja, want ik zit vol. Yummy. Yummy. Dat was inderdaad yummy. Vanille chocola, lekker. Ja, dan blanche. Een blonde dame. Ja, even Mona toetje. Lekker. Mm-hmm. Ja, precies. Een van mijn favoriete ijsjes overigens. Overigens nog wel. Ja. Oh. Maar dan zonder de slagroom, ja, niet meer. Maar meestal maak ik hem zelf dan blanche. Op mijn eigen manier. Doe je goed. Mm-hmm. Doe je goed. Jep. Dus. En een auto is geen bus. Goedemiddag allemaal. Het is nu bijna 3:15. Ja. Ik ben even heel even gaan liggen, want ik was gewoon echt back en back af. Ik kon ook even niet meer, dus ik ben eigenlijk nog maar weer net even wakker. Ik heb mijn mannetje wel even aan de lijn, maar hij staat even niet meer op luidspiekertje. En ik ga nu even zo meteen even naar Hoogvliet even kattenvoer en kattengrit halen en voor de beestjes. En misschien nog even andere dingetjes, maar dan moet ik even kijken. En even kijken of we samen eten vanavond, ook dat nog. Ik heb zoiets van, eigenlijk niet, even lekker rust. Maar eigenlijk heb ik ook zoiets van, ja, wel leuk, maar dan ga ik mijn eigen eten maken en hij zijn eigen eten. Want eigenlijk moet dan mogen wij dus 3 keer samen eten van de diëtist. En daarna moet hij gewoon zelf wat gaan maken. Dus zo kan ik het ook oplossen. Maar dat vind ik heel moeilijk. Dus dat is ook alweer gewoon een leuke leerschool voor mij. Dus ik moet even daar nog even over nadenken. En misschien zie ik straks mijn ventje wel weer bij Hoogvliet. Ja, ik ga even naar Hoogvliet toe. Zo, een beetje heel erg donker. We weten het. We gaan even hier al staan. Misschien dat het weer een stukje beter is. Ja, dit is even een stukje beter. Hier is het beter. Kijk, dit is beter. Nou, we zijn eventjes even lekker een stuk aan het lopen. We gaan nu weer richting huis. En dan, nou, we zijn nu al even kijken. Mag ik niet liegen? Kijk, ik ga even kijken hoor. Hoe lang we al bezig zijn aan het lopen. Even mijn telefoon erbij pakken. We zijn nu al 1:01 en 13 seconden aan het lopen. Ja, en die seconden zijn, die gaan toch alweer door. En nu al 3,21 kilometer. 3,20, ja, zeg maar, rondtijd. Dus, en nou gaan we weer richting huis. Dus ja, lekker bezig. En daar staat mijn ventje. Gaan we het lang achter? Ja, precies. Heel lang achter. Precies. Hoe? Juist, dankjewel schat. I love you. Dank je toe. Hey beste mensen, ja, het is weer hier al lekker donker. Ik ga lekker aan de andere kant lopen. Op het fietssuggestiestrook. Misschien dat het weer een beetje lichter wordt. Hoop ik althans. Ja, dat hoop ik wel eigenlijk.
Ja. Nou, we lopen nu al een uur en bijna 30 minuten. Bijna 5 kilometer, als ik me niet vergis. Niet vergis. Ja. 1 uur en 21 minuten, om precies te zijn. En 4,5 kilometer. Dus dat gaat lekker. Toch, schat? Ja, gaat heel lekker. En waar ga jij zo meteen naartoe? Ik ga zo meteen naar huis. Ja. Andere sokken aantrekken. Ja. Dat heb ik al de hele dag aan. Ja. Met lopen en alles. Ja. Dan even naar mijn zieke moeder. Ja. Kijken hoe het daar is. Kijken als ze wat eten heeft gekregen. Ja. Zo niet, dan ga ik even wat maken. Mm-hmm. En zo ja, dan is het goed. Mooi zo. En dan zien we weer verder. En wat de avond gaat brengen. Precies. Dat is mooi. Nou, ik ga zo meteen lekker koken en daar neem ik jullie weer in mee wat ik ga eten. Dat is nog een verrassing. Tot straks. Nou, daar ben ik dan weer. Ik ben nu even druk bezig even voor mijn meisje of wat lekkers te maken. Het eten wat we gisteren hebben gehad. Dus voor jullie dus eergisteren. Ik heb even hier aardappelen. Er gaat eventjes dopetjes en worteltjes doorheen. Een beetje zuur erbij. En dan krijgt zij het en dan ga ik lekker zo meteen een broodje met lekkers maken. Dus daar neem ik jullie zo meteen in mee. Nou, ik heb het eten even voor mijn meisje klaar. Kijk, die krijgt het nu op voorgeschoteld. Ga eens maar zitten dan voor mij. Ga eens maar zitten dan. Blijf. Wachten. Ja, ze moet wachten voor mij. Ja, ze moet wachten. Blijf. Ga maar kijken, kom maar. Eet smakelijk, schatje. Ja, nou, ik heb hier al 2 bolletjes. Ik heb boter. Dan heb ik hier al 2 eitjes in. Eitjes? Ja. Ik heb geen zin om dus een pannetje op het gasfornuis te zetten. En dan ga ik wat anders erbij doen. Ja. Iets heel... Dit heb ik ook dus nog niet eerder gehad. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik heb een vraag. Hoe houden jullie die en die strepen eruit qua de verlichting? Als ik nou mijn camera draai en ik ga dit doen, dan heb je, ja, net kijk, hier ook, heb je dus die strepen, zie je het? Hoe hebben jullie dat gedaan? Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Kijk, nu heb ik hem hier ook weer, zie je? Het is net waarschijnlijk hoe ik hem hou, denk ik. Want als ik hem zo hou, ja, dus denk ik dus net hoe ik hem hou. Ja. En ik moet minder op mijn scherm kijken, maar ik moet in de lens kijken. Ja, maar dat maakt niet uit. We leren het allemaal. Ja, wat ik dus ga doen. Ik neem jullie wel mee, maar ik ga het wel even zeggen. Want als ik de eitjes ga pellen, dan... Ik heb hier al dus 2 bolletjes, die ga ik zo even opensnijden. En dan doe ik daar half farine op. Ja, halverine. Dan daar doe ik de kaas op. Een aantal extra plakjes. En dan doe ik avocado erop. Heb ik nog nooit gegeten. En dan doe ik eitjes daarna erop. Dus dan wordt even afwachten hoe dat gaat smaken. Nou, de broodjes heb ik open. Die ga ik dus nu even smeren. En dan daarna doe ik de kaas op. Dus ja, dit wordt denk ik wel lekker. Nou, ik ga dus even de broodjes smeren. Ja. En de waterkoker is nou net klaar. Daar wacht ik nog eventjes op. Eventjes een beetje afkoelen. Ja. En dan zometeen weer even aan. Dan heb ik lekker een beetje hard gekookt ei. Zo. Ja, ik moet een beetje improviseren, hè? Als ik jullie een beetje mee wil nemen met het hele proces en dan niet iedere keer aan en uit, moet ik ook nog even gaan kijken hoe ik beelden kan versnellen. Dat weet ik ook niet. Dus dat is ook nog eventjes de afwachting hoe ik dat moet gaan doen. Beelden gaan versnellen. Zoals wat jullie wel kunnen zien in onze beschrijving is dat wij editen met videopad. Want wij hebben geen iMac of wat dan ook, maar ik heb gewoon een Windows laptop. Dus, en zoveel geld heb ik niet.
Nou, beelden versnellen, dat vind ik wel grappig. Dus wie de oplossing heeft om dat met videopad te doen, heel graag. Want van elkaar leren wij weer om dingen te kunnen doen. Ja, en te kunnen leren. Ga ik toch eventjes weer een etappe lager. Eventjes op dit moment. Even zo. Ja, het bordje blijft toch mooi opstaan. Dus. En ik doe waarschijnlijk meer kaas dan de gemiddelde Nederlander. Dat klopt, want ik moet aan mijn eiwitten komen. Eiwitten, ja. We zijn nog steeds bezig met een film van mij over een maagverkleining. Maar omdat ik dus zelf heel erg moe ben, laat het een beetje op zich wachten. Ik wou het eigenlijk al klaar hebben, maar helaas mag het nog even niet baten. Maar dat maakt niet uit, geef niet. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Zegt mijn moeder altijd. Dus, en dit verzuurt ook niet. Maar ik wil het wel ongeveer eind dit jaar sowieso af hebben. Dat sowieso. Dus. Maar ik hoop wel dat dat een beetje mij gaat lukken. En dat ik weer andere mensen kan helpen ermee. Ja. Nog eventjes op elk dingetje nog even één plakje doen. Daar zeg ik al, misschien doe ik iets meer kaas dan de gemiddelde Nederlander. Dat klopt. Helemaal correct. En dan zal mijn moeder zeggen, kaas. Ja, ik wel. Vind ik lekker. Doe ik deze er weer even in. Dat is het idee. Ja. Dan pak ik even zo'n kommetje. Zet ik deze eventjes een stukje verder neer. Ga ik die weer even aanzetten. Zo. Ja. Daar gaat mijn telefoon, dat is heel fijn. Ja, die heb ik dus nu helemaal rondom gesneden. Ga ik nu proberen om hem los te draaien. Als het me lukt. Als het me lukt. Ja, als het me lukt. Dat is een hele goeie. Nee, dat wil dus even nou nog niet. Maar. Nou, dan ga ik het gewoon weer proberen. Oh. Even kijken en waar het draaiding zit. Zo, dan moet het nu hopelijk wel goed gaan, dacht ik zo. Maar het wil niet. Misschien dat ik iets fouts doe, maar oké. Nee, ik doe niks fouts. Het gaat helemaal goed. Ja. Dit gaat helemaal goed. Ja, kijk, en dan heb ik hem, ja, nou zeg al, dit is eventjes helemaal voor het eerst dat ik dit helemaal doe. Volgens mij is hij ook nog niet helemaal rijp. Ja, we gaan het gewoon proberen. Ja, nee, hij is volgens mij nog niet helemaal rijp, maar ja.
Het zal. Ik probeer het tenminste. Daar gaat het om. Volgens mij kan ik hem gewoon zo los... Nee, niet. Nou, volgens mij kan ik hem zo loshalen. Niet dus. Ik zeg al, hij is dus nog niet helemaal rijp. Maar oké. Ik ga er gewoon iets van proberen te maken. En als het niet smaakt... Waarom gaat bij het andere wel allemaal zo makkelijk? En bij mij niet. Zeg maar, omdat het gewoon nog niet rijp is. Ja. Nou. Want je moet het kunnen prakken. En dat is het dus met deze nog niet. Dus hij is nog niet rijp. Nee. Nou, de avocado is dus nog niet helemaal rijp geweest. Maar oké, ik wil het gewoon wel lekker op brood hebben. Maar ik ben dus nu even bezig met de staafmixer. Ik heb nu een beetje mayo erin gedaan. En zodat het een beetje smeuïg wordt. Zodat ik het daarna op mijn broodje kan doen. Dus ja, dus dat geeft eventjes een hoop lawaai. Dus ja, maakt niet uit. Zo, ik heb dus net even mayo er doorheen gedaan. Eventjes en met de staafmixer. Ik ga er nou een beetje peper en zout er doorheen doen. En dan zometeen op mijn broodje doen. Eitje er doorheen. En dan is het, eitje doorheen, eitje erop. En dan lekker eten. Ja. Ik moet al zeggen dat het ook wel al zo lekker smaakt. Maar ja, ik ga er even peper op doen. Ja, ik ga er lekker even peper op doen. Lekker. Ja. Niet al te veel, anders is het ook niet meer lekker. Nee. De waterkoker heeft weer eventjes gekookt. Zo. Even proeven. Lekker. Verrassend. Zoals mijn mannetje dat zou zeggen. Verrassend lekker. Ja. Ik doe nog een beetje peper er doorheen. Ja. Een beetje peper er doorheen doen. Zo. Ga ik lekker op een broodje doen. Ja, en dan ziet dit er dus zo uit. Mensen, dit is lekker. Broodje avocado met ei. Ja, en is ook erg gezond. En ik heb nog genoeg over, dus wat ik over heb, dat gaat lekker de koelkast in. Ja. Lekker broodje kaas met avocado en ei. En nog nooit gehad overigens. Maar even niet uit. Zo. Dit gaat gewoon weer de koelkast in. Ja, nou, het staat dus nu bij deze in de koelkast. Eventjes mijn stekker eruit halen. Eitje pakken. En met een soeplepel. Denk ik maar. Ik weet niet hoe mijn mannetje dat doet, maar... Ik ga het gewoon eens even met een soeplepel proberen. Maar ik moet het wel één voor één doen, blijkbaar dus. En als ik nou deze eens even loshaal. Ja. Maar dat is één mais heet. Joh, je meent het. Ja, ik meen het. Het is heet. Ja, het is erg heet, maar dat maakt niet uit. Zo. En dan ga ik mijn andere eitje pakken uit de waterkoker. Ik heb hem nou 3 keer gekookt. Zo.
even laten rusten en alles. Heb je geen gas nodig, wel en wel gewoon een beetje water en een beetje stroom. That's it. Als je geen gas hebt, dan kun je altijd zo op deze manier een eitje koken. Ja. Even lekker zo, even koud water doen. Yep. Even koud water. Die even zo. Die zo. Ja, die is heet. Ja, is goed gekookt. Is heel goed gekookt. En wat we morgen gaan doen, ja. Een mannetje die gaat eventjes naar vrienden van hem. Dus dat is de vrijdag. Het is nou een donderdag, 23e. Dus de 24e gaat mijn mannetje eventjes naar kennissen toe. En daarna gaan we elkaar weer opzoeken. En dan ga ik waarschijnlijk even leuke fotootjes maken, omdat ik daar zin in heb. Dus ja, nou, de ei heb ik nu al kapot. Dan ga ik even lekker zo doen. Ik heb wel 2 eitjes gemaakt, maar dat maakt niet allemaal uit, geeft niet. Zat, 1 ei. Dus dat is gewoon zat. Kijk, 3 keer ingekookt in de waterkoker. Een beetje laten rusten en klaar is Kees. 1 eitje over. Nou, dan kijk ik altijd nog van de week nog even wat lekker broodje kaas met avocado en ei eten. Ja, nou, dit is hem geworden. Ja. Dus bolletje met kaas, avocado en ei. Ja. Ik zou zeggen, lieve thuiskijkers, eet smakelijk. Wil je dit ook proberen? Probeer het. Laat het dan even reageren onder dat je het ook een keer hebt gegeten of dat je het gaat maken. Maak er eens een keertje een leuke vlog over of zo. En abonneer eventjes op mijn kanaal, ons kanaal. Ja. Doe even een belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. En ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken.